Tegenwoordig is alles wat de klok tikt technologie. De ontwikkeling op dat gebied blijft niet stil. Voor studie of het werk is technologie heel belangrijk. Ook personen met een beperking kunnen deze ontwikkeling niet omzeilen, maar voor deze groep is het moeilijker begaanbaar. De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS, timmert al lang aan de weg om deze doelgroep te ondersteunen op dit gebied. Samen met het Kansfonds is er een project uitgevoerd waarbij blinden en slechtzienden hulpmiddelen uitgereikt hebben gekregen. Deze uitreiking vond plaats op vrijdag 12 juli bij de NSBS. Nou, vandaag is een hele bijzondere dag. En ik zie dat jullie vol verwachting kijken van wat komt er zo meteen. Het is het project digitale hulpmiddelen waarvan we straks de uitreiking gaan doen. We zijn al een hele tijd bezig met dit project. En eigenlijk is dit project tot stand gekomen dankzij twee leden van de doelgroep. En ik mag hun namen noemen. Paulus Asoiti en meneer Chris van Daal. Het was namelijk zo dat we een project zouden doen waarbij we gesproken boeken zouden maken hier bij de NSBS. Er zou een studio opgericht worden. We zouden cd's maken met luisterboeken. En het was een project dat ongeveer €55.000 zou kosten. En het was niet makkelijk om dat geld bij elkaar te brengen. En met de jaren die er voorbij aan gingen, want het zoeken van donaties werd gedaan in Nederland zelf. Toen werd eigenlijk hier aangegeven, met name door deze twee leden die ik zo net heb genoemd, van what about hulpmiddelen voor de doelgroep, want het is belangrijk. Om toegang te hebben tot informatie, toegang te hebben tot technologie, noem maar op. Eigenlijk toegang tot alles. Hoe zou het zijn als de mensen makkelijker in het bezit zouden kunnen komen van een computer, een laptop, een smartphone, zodat ze zelfstandiger kunnen gaan opereren? We hebben toen het besproken binnen bestuursverband en we hebben toen de organisaties die toen dat geld hadden toegezegd om de studio op te zetten, hebben we toen gevraagd van, kunnen we dat geld dat alles toegezegd, kunnen we dat geld gebruiken om een fonds te creëren, zodat we de mensen kunnen voorzien van een hulpmiddel, van een laptop of een smartphone. Eén organisatie die daar positief op heeft gereageerd, is het Kansfonds geweest. En het Kansfonds heeft direct gezegd van ja, we ondersteunen dit project. En zo is dit project, begon dit project dus te lopen. We hebben een selectie hebben we laten plaatsvinden. Eigenlijk mensen mogen zich registreren. En een van onze belangrijkste voorwaarden was, als je in aanmerking wil komen, ga je moeten aantonen dat je het wil gebruiken voor je eigen ontwikkeling. Je wil er verder mee gaan met een studie. Je wil het gebruiken voor je werk of een onderneming opzetten. Niet gewoon om te appen en te chatten en daar kan je een telefoon voor gebruiken. Maar je moet echt kunnen aangeven van je wil het gebruiken voor je ontwikkeling. Een aantal mensen hebben zich laten registreren. En ik denk 35 mensen hebben zich geregistreerd. En daaruit hebben we een 20-tal mensen hebben kunnen selecteren die echt konden aangeven van ja, we hebben het echt dringend nodig. Want anderen zitten in een job. Anderen hebben een onderneming, we hebben een aantal studenten bij wie het van belang is voor hun studie. Dus vandaag is dus de dag dat we eindelijk, na een aantal maanden, het was heel geduldig wachten en vragen en hoe zit het nou, gaat het nog door? Ja, het gaat door en vandaag is de dag. We gaan zo meteen gaan we dus enkele mensen een laptop overhandigen. Sommige mensen krijgen een iPhone en al deze mensen hebben dus een overeenkomst getekend met de NSBS, omdat je het in bruikleen krijgt en na 3 jaren, als aan de voorwaarden is voldaan, zoals het staat in het contract, dan kan je zeggen van ja, het is nu van mij. Ik ga mijn woord afsluiten nu, want ik zou een heel kort woord doen. En ik wil jullie alvast feliciteren met deze dag. En ik ben ervan overtuigd dat jullie er allemaal echt heel goed gebruik van zullen maken. En er vooral ook heel
zuinig en goed mee zullen omgaan. Mevrouw Jackson, u bent ook in aanmerking gekomen vandaag voor een hulpmiddel. Welke hulpmiddel hebt u gehad vandaag? Ik heb vandaag een laptop gehad. Okay, en wat zal u verder gaan doen hiermee? Waarvoor gaat u uw laptop gebruiken? Ik ga mijn laptop gebruiken bij mijn werkzaamheden op school. Ja, dat kan ik mijn werk erop maken, schrijfwerk en dingen opzoeken, mijn informatie eruit halen. U zei op school, wat is uw dagelijkse baan, wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden? Ik ben leerkracht en ik verzorg het vak godsdienst. En ik geef les in alle klassen, dus je moet je voorbereiden op alle niveaus van de lagere school, klas 1 tot en met 6. En je moet dingen gaan opzoeken, je moet lesvoorbereidingen maken en in de afgelopen 2 jaren heb ik dat niet kunnen doen. Dus ik breng me wel voor, maar by heart. Dus mensen lezen voor me en ik onthoud alles en zo geef ik les. En het is echt forcerend, want dan moet je mensen steeds vragen van lezen voor me. Dan moet je alles uit het hoofd gaan onthouden, liedjes aanleren, ook uit het hoofd. Dus mijn laptop gaat me zeer goed helpen. Ik ben heel erg blij ermee. Hoe vindt u dat de NSBS en het Kansfonds hieraan hebben gewerkt? Ik vind het geweldig. Ik zie het als God die ziet hoe slechtziende en blinden het zo moeilijk hebben in de maatschappij. Als het gaat om lezen, dingen opzoeken, informatie en zo. Het is Gods werk. God die ons tegemoet komt op deze manier. Ja, zo zeker. Meneer Van Daal, u hebt vandaag ook een iPhone in ontvangst mogen nemen. Wat vindt u van dit project? Wel, al op al is het een geweldig project. Prachtig. Er moeten meer van zulke projecten gedaan worden. Want we weten dat het heel moeilijk is voor de mensen van de doelgroep. Zonder meer. Zo, hoe meer, hoe beter. Want dan kan je meer mensen tegemoet komen. En mensen gaan dan zo uit hun isolatie om te participeren in de maatschappij. Zodat je je meer mens voelt. Als je participeert, dan voel je in ieder geval meer mens. En dat, zo kom je ook los. Je doet mee aan het samen in de gehele wereld gebeuren. En dan ben je niet meer op een eiland. Oké. Okay. Wat is concreet het belang van hulpmiddelen voor de doelgroep? Als je eenmaal een visuele beperking hebt, of welke beperking dan ook, kan je de zonder beperking tot een zekere percentage benaderen. Maar helemaal kan dan niet meer. Zo is het ook met de iPhone. De mogelijkheid is danig dat je alleen maar het zien niet kan. Maar voor zover het, omschreven, beschreven kan worden, doet de iPhone het wel voor je. Heel netjes. Okay. Hebt u tot slot nog een boodschap aan de gemeenschap en aan de doelgroep? Dus de boodschap is aan de doelgroep, maak je nuttig, laat zien dat je iets kan. Laat zien dat je ook in staat bent, ondanks de beperking. Trek je niet terug, maar kom juist eruit, zodat de samenleving rekening en steeds meer rekening kan houden met de mens met een beperking. Op het moment dat je je terugtrekt, weet niemand dat je bestaat. Als je eruit komt, gaat men rekening moeten houden. Het zal niet glashelder zijn, helemaal in orde, maar we moeten er tegenaan gaan. Yes, we moeten echt er tegenaan gaan, zodat Asani, we did too. Zo hoort het. Het Medisch Opvoedkundig Bureau, het MOB, heeft onlangs een wandelloop gehouden voor awareness en integratie met betrekking tot disabilities. De loop had als titel Emancipatie, Acceptatie en Integratie op weg naar een exclusieve natie. We hebben deze wandelloop gehouden omdat er een behoefte was. En als ik praat over een behoefte, dan kijk ik terug naar 2012. 8 mei 2012 was er een conferentie georganiseerd in verband met Wereld Rode Kruisdag. En daarbij hebben de mensen met een beperking aangegeven welke problemen ze tegenkwamen.
Ze hadden het over huisvesting, ze hadden het over transport, ze hadden het over seksualiteit en ze hadden het ook over recreatie. Er waren te weinig recreatiemogelijkheden voor mensen met een beperking. En vandaag, 2019, zien we dat het nog steeds enigszins beperkt is. Wij hebben dus op basis van gesprekken met deze doelgroep hebben gekeken naar wat was er dat we kunnen bieden, waarbij de meeste mensen, ongeacht de aard van hun beperking, ook zouden kunnen participeren. En de wandelloop kwam daaruit. De mensen met disabilities, en ik wil die dis ook daadwerkelijk doorhalen, abilities. Er zijn zoveel die een beperking hebben, maar ook heel veel wel kunnen doen. En wij moeten kijken naar wat men wel kan doen. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid willen wij de zorg dichterbij brengen. Maar ook daar inclusief meenemen de mensen met een beperking. En ik wil ook dat men dat moet weten, dat het ministerie van Volksgezondheid die groep niet heeft achtergelaten. En dat die groep ook wordt meegeteld. Ik ben blij dat meneer Vieira dit heeft georganiseerd. En ik hoop dat er ook meer bekendheid zodoende komt voor het MOB. En wat het MOB allemaal doet. Het medisch opvoedkundig bureau en waarmee ze allemaal bezig zijn. Het wordt zaak dat we dit ook goed gaan decentraliseren, zodat we deze zorg ook voor de mensen met een beperking dichter bij huis brengen. Deze mensen, ze zijn specials. Ze hebben misschien een bepaalde beperking. Maar wij moeten de mensen tegemoet komen door niet te zeer te letten op de beperking, maar ons aan te passen aan de mogelijkheden die ze hebben. Ik denk dat de leuze van deze loop dat eigenlijk ook heeft aangegeven. De leuze was disability, emancipatie, acceptatie en integratie op weg naar een inclusieve natie. En als u kijkt naar de wijze waarop we disability hebben geschreven, we hebben een streep door die disc getrokken, omdat we niet willen kijken naar beperkingen. We willen kijken naar mogelijkheden die deze mensen hebben. En ik denk dat ze het ook hebben gedemonstreerd dat ze ook daarvoor willen gaan. Deelnemers van de wandelloop zijn erg positief over het initiatief. Oh, geweldig, geweldig. Eén woord, geweldig. Kijk, we hebben natuurlijk voor het eerst meegedaan, maar ik hoop en ik denk dat er meerdere keren gaan volgen. De acceptatie, mag ik wel zeggen, het begint te komen. En ik denk dat het komt omdat ook de mensen, als ik vergelijk met toen, hè, de mensen naar buiten komen met deze groep kinderen. He, toen was het echt, dat kan ik van meepraten ook, werden ze schuil gehouden. Ze werden niet naar buiten gebracht. Maar dat is een van de redenen dat ze dus eruit komen en dat die acceptatie binnen de gemeenschap ook veel, 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 veel groter is. En dat de mensen ook bewuster ervan worden. Als ik kijk naar de participatie, een heleboel instellingen. Instellingen met hun kinderen. He, dan kijk ik naar Kennedy School, kijk ik naar Huizen Beteljade. Dat zijn allemaal instellingen waar deze kinderen toch een heleboel nodig hebben, sowieso. Maar dat ze echt eruit zijn gekomen en met deze loop hebben meegedaan, vind ik geweldig. Dit is de eerste keer dat er zoveel groepen bij elkaar in een georganiseerde wandelloop hebben geparticipeerd. Er zijn wel initiatieven waarbij groepen op basis van eigen initiatief hebben meegeparticipeerd aan bestaande wandellopen. Ik denk dat de mensen van NSBS ook vaker meedoen met wandelmars van de AVD. De Kennedy School heeft dit jaar van mij voor het eerst ook meegeparticipeerd. En ik mag misschien ook aangeven, Beteljade heeft volgende week een sport- en speldag, waar onderdeel daarbij zal zijn, ook een kleine wandelloop. Meer dan tevreden en ik denk dat het ook gebleken is dat die behoefte er was. De wijze waarop de mensen uiting gaven eraan, de wijze waarop de mensen hebben meegeparticipeerd en ook uit gesprekken met de mensen achteraf. En men geeft nu aan dat men graag een vervolg wil hebben. En uit gesprekken met de directeur van Volksgezondheid, de minister van Sociale Zaken, de assembleeleden, blijkt ook dat ze dat geheel willen ondersteunen als er een vervolg komt.